hoop dat het slim gaat zijn. Jij komt. Top. Jij. Het klinkt niet heel goed, jongens. Nee, nou. Het staat 1-1-0. Ga zeker even checken. Alles stromen ze eruit. De ding gaat ze naar boven, Pim. Yes, yes, welkom bij de vierde van... Mandjes! Jongens en meisjes, het is wel, wat gaat er gebeuren? We gaan nu los eten. Nee, grapje, we gaan morgen onze verjaardag vieren. Ja! Ja, die van jou en die van jou, hè? Ja! Ik ben al lang een jaar geweest, ja. 22 februari. En hij moet toch jarig worden, dus we hebben het samengevoegd. Maar we hebben al een halve dag erop zitten. Ja, ja, want Sam, wat heb jij vanmorgen gedaan? Ik heb nu 1 wedstrijd, niet 2, maar 3 wedstrijden gespeeld. Ja. En hoe vaak gescoord? Ik heb 3 keer gescoord, of 4. En we hebben ook 3 gewonnen. 3 wedstrijden gewonnen, yeah! Ik heb alleen maar winnaars hier, want Jesse, hè? Ja, ik heb ook gewonnen met 1 punt. Ja, met basketbal, hè? Ja, dus wat een spannende wedstrijd was dat weer, zeg. Ja, wat was ook precies de laatste minuut of zo, scoorde de tegenstander, hadden we eigenlijk verloren, maar er was gelukkig een travel. Hé, hey, maar de winst is al binnen. Oké, we hebben druk eraf vandaag. We gaan nu eerst even naar buiten gaan de drukkers, want we gaan een soort thema gaan we doen. Niet zomaar een thema, wat voor thema gaan we doen? Voetbal, VS basketbal. Ja. Dat gaan we doen en daarna hebben we het thema. Nu weten jullie eigenlijk van de vorige video dat ze al een mega groot cadeau hebben gehad voor hun verjaardag. Ja, dus, even terugblikken. We gaan even kijken, hoor, even die kant op. Zo! Heel veel mooie dingetjes binnen. Ja. Zo, kijk die koorts. Deze bank al heel lang. Deze ook al heel lang. En dan zag ik laatst iemand mee buiten. Dat is zo'n gekke kaart. Ja, het is echt heel vet. Ja, oh. Lekker Sam! Ja, komt hij aan. Jongen, hij wordt helemaal gek, jongen. Hij is echt gevaarlijk, want hij denkt, het is niet goed als ik met hem hier ga rijden. Hij gaat er mega hard, jongens. Wow! Hoe vet was dat, jongen? Ja, super cool. Ja, echt, hè? Ja. Nou, zoals jullie weten hebben we natuurlijk altijd met de verjaardag hebben we luchtkussens van de actietractie. We hebben nu een hele grote ademwagen. Hey Sam! Sam is de schutting ervan aan het uithalen, want we hebben deze keer iets anders dan normaal. Want normaal hebben we altijd die hele leuke krokodil. Super tof natuurlijk. Maar nu omdat we het thema doen, basketbal, voetbal, hebben we een toepassende luchtkussen daarvoor. Echt super tof dat actietractie daar mee wil werken. Ik vind echt luchtkussens, dat is het ideale wat je kan doen bij een verjaardag. Want echt alle kinderen van jong en oud vinden tof luchtkussens. Dit was spannend, jongens. Gaat hij net wel passen, net niet passen? Sam en ik hebben hem net geduwd. Hoeveel kussen hebben wij? Hey. Ja, nou jongens. Ja. Is in de sprinkel ook basketbal? Basketbal, ja. Jongens en meisjes, ik heb iets heel slims bedacht. Tenminste, ik hoop dat het slim gaat zijn. We gaan hier aan de lier gaan we deze eruit trekken. Niet op je tablet, Pip. Dan ga ik bellen. Hoi, kan jullie morgen komen? Omdat Jesse samen zijn morgen jarig. Ja, Jesse is eigenlijk al jarig in 12 en 22 februari. En Sam is in 6 april jarig, dus dat nog niet. Maar kan je morgen meegaan? Ja? Oh, dankjewel. En nu ga ik even appje sturen. Ja, nou ga je even dan schrijf, even. Dan schrijf ik, kan je, dankjewel om... En dat jij komt. Top. Maar je kan ook dat ding gebruiken. Ja, ze heel slim. Ze hadden een steekwoutje erbij gedaan. Okay. Jij moet op dit knopje gaan drukken. Kijk, deze in. Oké, dan gaat hij. Ja, maar stop. Oké, luister. Als ik zeg stop. Nee. Als ik zeg stop, gelijk stoppen. Huh? Snap je dat? Als ik zeg stop, wat moet je dan doen? Doorrijden. Nee, luister. Stop. Ja? Nee, echt niet doen, want daar moet je... Oh, jongens, daar gaan we. Oké, nou, ik ga deze kant op. Want dan moet je hier overheen tillen. Wacht, oké, als ik zeg ja, ja. Ja! Kijk eens even. Het klinkt niet heel goed, jongens. Dit is niet handig. Nee, dit is een beetje zootje. Wat is dit? Weet ik niet. Maar het thema wordt een beetje basketbal, voetbal. Dus als dat een basketbal is, wat zou dit zijn? Oh, echt? Is het voetbal, denk je? Ja, til jij hem weer even vanaf, Sam? Ja, dit is echt zwaar. Dit is makkelijk 50 kilo, makkelijk. Ik denk 150 kilo. Ja? Kan het? Ja.
Nou, daar gaat hij, jongens. De konijnen die denken, ach, daar gaan we weer. Het is al zover. Jezus. Wat? Onze kinderen, hoor. Sandy wordt helemaal geplet worden. Ik ga helemaal omhoog. Hè? Ja, nu gaan we helemaal omhoog. Pim, je moet wel af nu. Eraf. Eraf, kom hier. Nee, want het ding gaat zo naar boven. Pim. Oké, geef af. Daarom zei ik tegen jou, ga er snel vanaf, want er wordt veel te hoog. Besef hoe hoog dit ding wordt. Kijk, Pip, hoe hoog jij was als jij... Pip, zo, wat een ding. Hé, hey, wat vind je van Sam? Leuk. Ja? Echt, de boeit de konijn ook echt totaal helemaal niks. Dat hier zo'n gigantisch apparaat zat, hè? Kijk! Pip, je bent een voetbal nu, hè? Ja. Nou jongens, de voetbal hebben jullie gezien. Het basketbal die hebben we even uitgelaten, want het begon in één keer heel hard te regenen. Ik heb een aantal keer de reactie gehad van, hé, wat is je auto toch ook eens smerig? Het probleem is, oh, Pip die is ondertussen even, oh, ik kom hier. Kijk, Pip die is ondertussen even Sam's Candyland pakketjes naar binnen brengen. Het probleem is, ik doe hem wel wassen, alleen op het moment dat ik weer een modderpoel zie, dan kan ik het niet laten om daar doorheen te gaan. Het is echt mega smerig, jongens. Kijk eens even. Pip, wat heb je dus smerig gemaakt? Oh, ja, sorry. Kan ik auto rijden dan? Oh ja, nee, ja, dat heb ik niet gedaan. Nee, dan heb ik het kan gedaan. Kan jij auto rijden? Ja. Papa rijdt altijd in het water, in mijn bodden en in het water. Ja. Zo ben jij. Ja, zo ben ik, ja. Ja. Taart kopen. Nu gaan we even taart kopen, kom. Oh, Pip doet altijd een spelletje. Oh. Je ligt is... er echt al op. Het eerste de gordel is. Oh, 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 oh. Tegelijk. Ah, tegelijkertijd. Ah. Kijk eens omhoog. Ja. Nee, dat zijn geen leuke grapjes. Nee. Dat zijn leuke. Nee. Dat gaat te ver. Ik kan verder hebben, maar dat. Nee, Pip, echt, ik meen het. Hou op. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Basketbal cake. Basketbal en. Een voetbalcake. Voetbalcakejes. Denk voetbal en basketbal. Ja! Nee, nou. Hou eens van. Oké, je hebt gelijk. Lekker. Thuis gaat het gewoon door met voetbal, hè jongens? Nee. Dus, net als ik hey, maar jongens, het regent niet meer buiten. Naar buiten! Ja, naar buiten, kom! Oh, deze hebben we al een keer gehad! Ja! Mega groot, jongens! Oké, okay, wie is er beter in basketballen? Is het Sam of toch Jesse? Okay, of is het Pip? Jesse moet bij groen en Sam moet bij deze en ik mag bij in midden. Ja, degene die als eerste twee keer de bal daarin heeft gegooid, die is basketballer van de eeuw. Drie keer. Drie, twee, één. Dit is heel erg spannend. Oh ja, oké, okay, bal. Oh, Sam. Snap hem, snap hem. Hey, nou, op dit moment zijn ze allemaal nog niet zo goed in basketballen. Jesse doet het op afstand. Jesse heeft er één keer in. Sam heeft er één keer in. Het staat 1-1-0. Oh, Sam. 2-1-0. Ja, 2-2-0 is het, jongens. Oh, zo, Sam. Sam! En Sam was de winnaar. Die is basketballer van de eeuw. Jesse, wat is dit? Ja! Gaat die... Jesse, wat is dit? Ik ging alleen maar van ver. Ja. Oh ja, wacht. Wat toen ook werkt, de andere bal. Oh ja, ja, ja. Het ligt weer op de bal, jongens. Oké, okay, ik dacht dat het een grapje was, maar ik lag dus echt aan de bal. Ja, de taart die zetten we even hier zitten. Oh, dat ziet er het heerlijk uit allemaal. Hey, en dit ziet er natuurlijk ook nog steeds heerlijk uit, jongens. We hebben nog steeds onze winkel. De winkel van Sam en Jesse, samscandyland.nl. Prime hebben we. Verschillende soort takis. Dit is echt super lekker allemaal. Maar goed, we hebben echt mega veel nieuwe producten. Ga zeker even checken. Hey. Zo, lekker ontspannend hè, Pip? Nou. Ja, nou het is de volgende dag. Kijk eens even, nou. Jullie mogen nu wel raden wat het thema is. Wat vinden jullie van de taart? Cool. Basketbal is voetbal. Nou, iedereen weet toch wel dat basketbal is voetbal. Mijn vinger heb ik wel een beetje gepakt. Heb je echt maar zijn vinger gepakt? Ja, een beetje van ik de slag. Ik ook meer. Wat een beetje, mooi. Dat is meer voor ons, hè Pip? Ja, maar ik los er zo geen taart. Ja. Nee, oh, ik ga dat niet doen. Ik wou proeven, maar ik wist dat je dat ging doen. Hè. Dus daarom wacht ik hier. Kijk eens, Pip. Oh! Dit zijn prikketjes. Mag jij hierin prikken? Mag je hem even pakken en dan mag jij... Dit is alles voor voetbal. Oh. En deze kant is alles voor basketbal. Ja! Oh,
Die gaat er ook met niet alleen maar onder de tuin. Al deze drie zijn er al ingevallen. Nee! Nee, niet! Niet te lang! Gaat het goed, Pip? Ja. Ja? Ja, kijk, je hebt dit Pip allemaal gedaan. Pip, mooi gemaakt. Yes, hoop. Voor jouw verjaardag, we zitten hier als een of andere halfvergader. Ja, leuk toch? Ja. Yes, kijk daar. Hij is aan het basketballen. En dan buiten regent of zo, we gaan gewoon even basketballen. Maar zelfs daar lukt het hem niet, jongens. Wat is het, Jesse? Kijk dan. Die wil daar, die ben ik naar onder. Kijk, oh, die staat echt leuk. Staan. Oh yeah. Let's go basketball. Oké, gaan jullie nu buiten spelen? Oh ja. Oh leuk man. Oh, kijk eens even. Oh, dat is zo leuk dat weer. Vet gewoon, want elke keer als de kinderen naar buiten gaan, als het droog is, gaat weer regenen. Oh, dan gaan we weer naar binnen, dan gaan we weer naar buiten, gaat weer regenen. Helemaal gek worden van jongens. Pip, nee. Ja, ga even lekker op je sokken, joh. Die sokken, die sokken gaan nat worden. Wat is er voor popcorn? Oh. Nee. Plakkorn. Oh. Kijk jongens. Plakkorn, kom eens hier, even kijken wat die beelden. Kom eens even. Ik wil kijken. Nou, wat is hij nou? Hier, of iemand heeft hij gewoon. Oh, Sam, of iemand heeft hij in de mond gehad dat hij vandaag plakte. Yes, Sam's verjaardag, kijk eens wat een beer. Oh, wat nat. En die kinderen zitten hier gewoon. Oh nee, dat gaat toch echt niet hier zo. Jullie zijn gek. Wij zijn door de ogen. Super nat. Ja, gek hè? Wat ben je aan het doen? Hoe nat zijn jullie? Heel nat! Nila was daar in de vlag gevallen, ze is gevallen! Ze is echt tot meteen op mijn nat. Kom je ook naar binnen of niet? Ja jongens, we maken het voor. Oké, nou we zitten een klein beetje met het dingetje. De luchtkussens gaan naar beneden, alle stromen eruit. Heb je die gekregen? Ja. Nou, helemaal paniek, maar jij bent helemaal blij met je cupcake. Dat is wel fijn. Oh, is het voor mama? Nou, zeg maar dat mama geniet ervan. Ja, dit was eigenlijk gewoon een hele subtiele hint dat het afgelopen is allemaal. Ja. De lappen gaan uit. Nou, doei. Doei. Nou, de stroom die valt eruit, jongens. Ik weet niet wat er aan de hand is. We gaan even... Oké, Jesse, die gaat... wat ga je doen? Even kijken bij... Ja, doet hij het lang. Wat gaat hij doen? Jesse gaat naar de stoppen. Hij weet in één keer alles hoe het werkt. Je zit hier. Ja. Maar Pippi, die kwam helemaal in paniek beneden. Pip, wat dacht jij wat er aan de hand was? Een monster in de kamer. Een monster. Nee, niet zomaar een monster, een stroommonster. Nou, en toen kwam ik er tijdens het edit achter dat ik de video niet afgesloten was. Het was nogal hectisch. De stroom die viel uit en dan die regen met de luchtkussen, alle gedoe. De verjaardag liep niet helemaal soepel, maar het was wel heel erg gezellig. En bedankt voor het kijken als je nog geen abonnee bent. Zeker abonneren, tot de volgende keer. Doei!